een 41-jarige man uit Loenen aan de vecht is zondagochtend aan de verwondingen van een ongeval overleden. De man reed met hoge snelheid over een brug op de Van Teiningenweg in Kamerik, waarna hij de controle over het voertuig verloor en het water van de wetering inschoot. Op het ongeval dat rond 7:30 plaatsvond reageerden direct enkele omwonenden. Zij twijfelden geen moment en doken de man achterna en haalden de 41-jarige bestuurder uit het water. Duikers van de brandweer hebben het water ook nog afgezocht naar eventuele inzittenden en of andere slachtoffers. Later die ochtend is duidelijk geworden dat de bestuurder, de 41-jarige man uit Loenen aan de vecht, is overleden aan zijn verwondingen.